Gaan we doen dan. Oh. Oh. Kom je weer bij vrouwtje. Ben je ook een mooie meid, hè? Ja. Boe. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb mijn sjaal nog om, want ik moet zo meteen weer met Rijka erop uit. Maar ik ga eens een bak koffie doen. Terwijl ik koffie doe, ga ik de boodschappen opruimen die hier ook staan. Ik ben er al later even uit de schuur gehaald, want het is helemaal op en top vol. Goedemiddag, weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Het is vandaag zondag 29 december en het is bijna 14:30. 14:29. Ja, en de dieren zijn er een beetje maf. Ze lopen achter elkaar aan te rennen en te doen. Dat, die zijn lekker bezig. Dat is gewoon niet te filmen. Nee, want dan moet je daar, dan moet je daar en dan moet je daar. Dat gaat het er niet worden. Nee. Maar dat maakt het allemaal niet uit hoor. Nee. En ik ben laat omdat ik even boven aan het werk ben geweest ook. Dat, ik weet niet wat met mijn droger aan de hand is, maar... Hij is in één keer draaien, met één keer te draaien, er wordt niet droog. Dus ja, dan kijk ik nog een keer. En hoe dat komt, ik weet het niet. Hij was altijd eerst perfect en zo oud is hij nog niet, nee. Dus ja, dat, ik weet het niet. Ja, de garantiebewijs is er al wel af, dat wel. Maar ja, kan de pret allemaal niet drukken, hij doet het nog. Misschien te veel was in één keer. Kan ook, ja. En die had iemand anders aangezet. Dus ja, die kan het ook wel niet goed gedaan hebben. Ja, als ik er was in doe, dan zet ik hem gelijk op maximum en niet op een andere stand qua klok. Want het is de tijd die hij dan draait. Ja, en zij had hem op 50 gedaan. Nee, dat is lang niet het maximum. Ik zet hem gewoon op maximum en dan draait hij dat hele klokje rond en dan is het wel droog. Dus ja, leg hem ook niet 1, 2, 3 aan mijn wasdroger. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van deze zondag. Het is nog een paar nachtjes slapen, dan is het oudjaardag. En dan gaan we het nieuwe jaar ook weer in. 2020 alweer, ja. We leven dus nu nog steeds in 2019. En het is hier geen zon. Hadden ze wel beloofd vandaag. Maar die zien ik niet, heb ik ook wel niet gezien. Wel een grijze lucht, grauw. En het is koud. Ook dat is het. Ja. Maar in ieder geval. Kunnen jullie haar zien zitten daar voor de deur? Oh, daar staat ze, loopt ze. Rijke. 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 Hoi meisje. Hoi meis. Hoe ga je doen dan? Oh. Kom je weer bij vrouwtje? Ben je ook een mooie meid, hè? Ja. Boef. Zou je in de staat van eeuwen pakken? Nou ja, heerlijk gezicht toch, die twee. Oké. Maar in ieder geval, ik zou zeggen geniet. Dat ga ik ook doen. Ja, televisie kijken. Vlog in elkaar zetten. En naar YouTube brengen. En ik ga ook nog eventjes misschien voor de 50-plussers even wat doen. Die ga ik even in het zonnetje zetten. Tenminste, een aantal leden daarvan. Die heb ik,
Die zitten gewoon in mijn hart, die mensen. Ja, ik ken ze niet persoonlijk. Ja, één. En dat is onze Astrid natuurlijk. En ook die komt erin voor. Haar naam althans. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. En gewoon even leuk om dat te doen, weet je. Ja. Dat gaan we gewoon doen. Eventjes die mensen die mij echt in het hart zitten, even in het zonnetje zetten. Ik weet denk ik nog niet hoe. Ik denk dat ik even een gedichtje voordraag uit een gedichtenbundel. En ja, ik kan niet altijd zelf gedichten maken. Dat gaat niet worden. Althans, ik heb nogal een gedicht over vrienden die ik zelf gemaakt heb en die kan ik ook voordragen. Maar die moet ik dan eerst even opzoeken, die zit in mijn eigen gedichtenbundel. Ja, ook ik maak gedichten in me, als ze in me opkomen, moet wel eventjes opborrelen. Zo komt het spontaan en dan doe ik het al op Facebook, zoals met welterustwensen, et cetera. Nou ja, dan pak ik mijn bezem en dan vlieg ik langs de maan om naar Dromerland toe te gaan. Nee, dat ruimt ook, weet je. Dus ja. Jullie zijn ook maf, hè? Ja, jullie zijn maf. Echt wel. Die stoel staat in de weg. Weg. Net met een kopje langs de sleutel. Malle meid. Echt, ze zijn zo lief. En aan elkaar gewaagd. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet. En tot later. Doei doei. Nou ja, helaas, ik moet ook nog andere dingen doen, bedacht ik me daarnet. Want dat zou ik vandaag doen, maar ik was het alweer vergeten. Ik moet nog boodschappen doen. En dan kwam erachter dat ik de katten eten gaf. Ik denk, oh ja, ze hebben bijna geen vlees meer. Dus ik moet boodschappen doen. En Kandel, die is heel erg lastig. Die wil naar buiten, dus die ga ik zo meteen ook buiten laten. En dan moet Rijka weer alleen wezen, dus die gaat weer mee. Dan kan ik haar in de gaten houden. Ja. En ik hoef niet ver weg. Ik ga alleen nog naar de deka. Ja. Want ik moet ook nog weer kattengitten bij. Ik moet weer een heleboel halen voor de dieren. Niet voor mezelf. Dat valt wel mee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet verder. Dan weten jullie het even. Ik denk, ik kom toch nog weer even retour om te zeggen. Ik moet nog meer doen dan alleen nog wat ik al op had genoemd. Ja. Dus of ik weer aan het andere toe kom, we zien wel wat ik allemaal voor elkaar krijg. Ik zou zeggen, nu toi 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 en we spreken elkaar later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb mijn sjaal nog om, want ik moet zo meteen weer met Rijka erop uit. Maar ik ga eens een bak koffie doen. Terwijl ik koffie doe, ga ik de boodschappen opruimen die hier ook staan. Ik ben er al later even uit de schuur gehaald, want het is helemaal op en top vol. Twee zakken kattengit in het mandje en die tas is vol, dus ja, nog genoeg uit te pakken. Het meeste is voor die twee kleine viervoeters, die alleen maar kunnen miauwen. Hé, Ewen? Ja, en Kandalf dus. Want ja, Rijka heb meer dan genoeg. Ik heb wel wat kleinere snacks voor de meegenomen. Dat andere wat ik heb, dat is zo groot. Ja. Dus ik heb nu ook wat kleinere snacks, dat ik misschien even wat meer lol eraan kan beleven. Ja, dat is toch peuzelt. Ik weet niet eens... Oh, ze zit onder de eethoek. Rijka! Ja, ze had het op de grond gegooid en daar was ik niet blij mee. Nee. De verlichting is er dan wel van kapot, maar dat kan gemaakt worden. Ja. Dan moet ik eventjes eens zien hoe ik dat voor elkaar weet te krijgen. Dat is deze piramide. Die had ze op de grond gedoekeld. Ik hoorde wat vallen terwijl ik in de winkel was. Ik denk, oh, even zwitsen richting de tuindeur. En ja, toen zag ik er weg, hè. En deze dame, die snuffelde eraan. En toen zei ik, En toen was het gelijk naar de bank. Doe ik best goed, zo. Hé, ja. Ben een klein dikke boefje. Ben een klein dikke boefje. Ja. Hé? Ja. Maar in ieder geval, ik ga dus even rap opschieten. Ik ben verder nog niks kunnen doen aan de computer. Hè? Die staat nog uit. Dat weet je wel dan, hè? Maar ja, komt wel. Ik
ik ga zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ik ga opruimen heen en koffie. En dan ga ik weer met Rijka weg. Ja. En ik ga ook een deze dagen even dat ding proberen. Waar ik die koopprobe moet doen. En dan moet ik eerst opzoeken. Zit in een koffertje. En die zal ik eerst dan passend maken over mijn jas heen. GoPro. Nou, dan ga ik eerst een test doen ermee. Ja, gaan we eerst testen hoe dat gaat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ja, ik heb niet veel te genieten. Kitten. Nou hoor, ja. Koortsuitslag. Lekker, hè? Gaat goed. Mijn neus. Ik zou zeggen, tot straks. Hé, hey, schat. Ga jij ook mee naar het bedje toe? Ga jij mee naar het bedje toe? Het is al laat, ja. Het is al heel erg laat. 2:07 in de nacht. Wordt tijd dat we naar bed toe gaan. Ja, lichtjes uitdoen. Alles uitdoen. Ja. Ga je ook mee? Kom maar. Kok, kok. Deur is open. Ga je mee? Jij. Ja, ze gaat degelijk wel mee. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.